is de afterparty bezig van de allerlaatste Maasby Music Box. Die stond in Mol vanavond. De subs zaten erin. Dat was niet helemaal meer een verrassing, maar er zaten twee mystery guests mee. Nu weten wie dat zijn. Lady Lynn en Luc van Akker, ook welkom. Hallo. Hallo. Daarnet stond Jeroen ook van de subs bij mij. En ik vroeg van ja, misschien kan je die mystery guest wat cryptisch omschrijven. Want we wou nog niet zeggen wie het was, maar ik vroeg van ja, kan je nog een beschrijving geven? Hij zei over Luc. Ja, Luc kan ik best beschrijven als een kapitein. Ja. Kan je daarin vinden, een kapitein? Ja, kapitein Winocchio. Hè? Jullie hebben mee Zanna gezongen. Lady Lynn, ja. Jij hebt eigenlijk de rol van Selassou vervangen. Vind je dat een compliment om haar te mogen vervangen? Moet ik mij onder haar stellen of zo? Nee, maar heb je iets van, ja, vind je dat plezant om te doen? Of? Ja, tuurlijk. Maar kijk, ik ben begonnen met Bolsje. Hè, en dankzij Jeroen heb ik superveel geleerd. Wij zongen samen in Bolsje. Allee, ik was zangeres van Bolsje. En Jeroen wat deed jij daar nog bij? Samen, ja. Ja. Jullie hebben ook samen even in die container gezeten, hè? Hoe was dat? Hebben jullie urenlang bij elkaar moeten zitten om te wachten dat het hier eigenlijk open ging? We hebben elkaar verwarmd. Ja. We hebben elkaar beentjes gewreven en al. Nog als een slavin, hè? Elkaar, zegt hij, maar ik mocht al het werk doen, hè? Ja. En nog activiteiten die in de container zich hebben afgespeeld terwijl jullie moesten wachten eigenlijk totdat die open ging? Ja, ik zou toch willen zeggen aan Saskia van Studio Brussel dat ik een nieuwe gsm heb, want ik had een gsm en die viel altijd uit als ze met mij belde. Dus zij mag mij nu altijd bellen, voor eender wat, ook al zit ik in die container. Ja. Zij vond dan van alles uit dat ik aan het zeggen was dat ik niet aan het zeggen was. Dat was heel ingewikkeld. Oké, Saskia, alle Saskia's mogen Luc van Akker altijd bellen. Het feest gaat hier nu nog door tot middernacht hier in Mol. Ga je nog blij voor het feestje? Nee. Maar nee. Ik wel. Ik moest al lang thuis zijn en het is nu te laat, dus ik blijf. Voor 12 uur is Cinderella. Oké, Luc van... Mama, ik kom later naar huis. Luc van Akker blijft hier nog volle maak dansen tot middernacht hier op het plein hier in Mol. Deze twee gaan waarschijnlijk naar huis, maar even goede vrienden. Nee, dat is waar. Dat wij weten dat blijft, blijf ik, hè. Voilà. Maar Jeroen heeft zijn privéjet die op hem wacht en elke minuut kost geld. Hij moet nu gaan. We blijven allemaal, denk ik, nog dansen met z'n vieren hier op het plein in Mol voor de allerlaatste B-Music Box. Het is gewoon geweest, hè? Het is gewoon geweest. Het is gewoon geweest.